Ik dacht wel, ik kan Henk waarderen. Ja, ik ben een kajar. Sergio die heeft een verrassing voor mij. Waardoor het helaas toch niet door kon gaan. En wij nu onderweg zijn naar Tilburg om afscheid te nemen. Ik hoop dat we niet instorten. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Het is wie heeft de langste ademperiode? Het blijft een dotje, maar wel een dotje die niet meer luistert. Het is echt... Ja. En hij zegt nou iets wat lijkt op. Hoe die daar bij komt, weet ik niet. Jesse Silver. Ja, dus hij. Doe nou eens niet zo raar. Ja, ik vraag toch heel de dag van doen je oren het nog? En hij zegt ja. Ze zeggen dat het erbij hoort. Nou, voor mij mogen ze heel deze fase gewoon overslaan. Het is echt niet leuk om toch wel te bozig een beetje te zijn en het knopje te vinden, zeg maar, waardoor het luisteren weer doet. Wat wel leuk is dat zo meteen mijn zus die komt en die gaat even met hem naar Monkey Town, zodat hij lekker zijn energie kwijt kan. En wij gaan iemand een cadeautje brengen. Daar is ze dan. Ha, heb jij een cadeautje gehad? Wat heb je gehad? Gretje hier laag. Wat is dat? Een dinosaurus! Dinosaurus! Ik weet hoe die doet. Die doet jou pakken. Bedankt jongens. Wij zijn onderweg naar onze lieve knuffelbeer rashagenees Henk Bres. We gaan even lekker een bakje bij hem doen. En we hebben ook nog een verrassing voor hem. Ik ben heel benieuwd of hij het kan waarderen. He? Vast wel. Ja. Volgens mij lacht hij zich helemaal scheur. Ik denk het ook. Ik hoop het. Scheur. En dat hij het past. Ook dat inderdaad. Hij lijkt de kompad op. Nou, we zijn binnen. Hey. Maar we lieverd. Ja, ja. En nou, we waren bezig vanwege de borstkanker. Het is nu ook borstkankerbaan natuurlijk. En waren we gewoon wat dingetjes aan het verzinnen wat ik tof vind om op kleding, om ook al dat soort dingen te doen. Ja. En toen kwamen we op een geniale zin. En toen dachten we, nou, dat kan niet alleen voor mensen met kanker, maar ook gewoon echte hagenezen en kalen. En ik moest gewoon gelijk aan jou denken. Dus ik dacht van, die moeten we even voor Henk ook bestellen. Ik ben benieuwd. Mag ik hem opmaken? Ja, kom maar. Ja, onze plakband deed niet meer zo goed, dus we hebben even een tape eromheen gedaan. Nou, volgens mij dat we geen prikkeldraad hebben gedaan. Dat doen ze normaal als ik het krijg. Ach jee, ik hoop wel dat het XX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 X
koppenkanker. De kale kop kan er ook nog wel bij. Kanker kan er ook nog wel bij. Kom je daar nou op? Ja, uit zijn... Heb jij dat gedaan? Ik had ineens een... Die kale kop kan er ook. Nou, is dat gaaf? Ja, die is gaaf. Ik dacht wel, ik kan heen kwarteren. Ja, ik ben een kajaar. Ja, dat vind ik leuk. Nou ja, echt waar, maar toen ik het hoorde, toen je het berichtje... Nou, toen schrok ik echt hoor. Ik denk, nou, zelf met kommetje natuurlijk. Ja, kijk, Jim. Ja, ik ben lekker. Wil je mij wat van maken? Nee, maar hoe heet het? Schrik je. Ja. Je van het leven. Je schrik gewoon. Ik denk, nou, dat is gewoon voor de echte kale hagenezen. Kunnen we dit ook makkelijk hebben. En wat heb je nog meer voor je hij is echt super. Oh, je shirt, ik had het zo even laten zien. Ik heb namelijk een fotoshoot van mezelf gedaan. En die heb ik dan een beetje bewerkt. Even kijk. Past die? Ja. Duidelijk. Ja, hè? Duidelijk, hè? Yes. Beetje ruimte ook nog. Ja, lekker Joost. Lekker Hey, kik, hè? Ah, vist die, ja. Ja, hey, is dat gaaf? Goed, hij staat goed. Ja. Nou, moeten we even een fotootje maken samen, hoor. Gaaf, hoor.
Ja, natuurlijk. Ja, nee, kikker. Echt leuk, ja. Kom geel, goed, hè? Kom perfect. Ja, hey, kale koppen niet te stoppen! Zo, we zitten weer in de auto. Ja, echt dat was super gezellig. Ja. Onze grote vriend. Ja. Echt. En hij vond het t-shirt echt helemaal geweldig. Ja, ja, ja. Hij kon niet stoppen met zeggen hoe vet hij hem vond. En dat hij ervan baalde dat hij het zelf niet dat hij het zelf niet verzonnen had. Ja. Superleuk. Nou, we zijn inmiddels in Rotterdam. En Sergio die heeft een verrassing voor mij. Ja, heb je al een idee? Rotterdam, je hebt zelf een tijdje terug wat geroepen. Ja. En toen ben ik gaan mailen. Ja. En ze weten dat we komen, mogen gewoon lekker filmen. En het is heel leuk. En apart? Het doet een beetje aan als pretparkgevoel. We gaan naar Niche Market. Ja! Leuk! Hoe heet je dat nou ineens? Nou ja. Want ja, het is Rotterdam. En het is heel apart. En ja, maar het had ook de ene restaurant kunnen zijn. Oh, dat is waar. Ja. Ja, maar misschien omdat ik de Niche Market ook laatst weer voorbij zag komen. Dat het eerste is waar ik aan denk. Ja, het was iets recenter inderdaad. Hè? Het is volgens mij van alles wat. Je kan er eten. Er is volgens mij een high tea. Ja. Ze hebben een kapper. Ze hebben, oh, serieus? Kapper. Het is in ieder geval allemaal Japans. Ja, en allemaal leuke dingetjes die je kan kopen. Ja. Het is een beetje van alles wat je. En heel apart. Alles wat. Wat zijn we aan het maken, Jessie? We zijn water maken. Lekker eten maken, hè? Dit is een heel oud klassiek Frans gerecht. Die heb ik op school geleerd. Le leftover. Ken je dat? Dus er zitten allerlei specerijen in. En wat vlees en zo van de afgelopen dagen. En in Engeland noemen ze het leftovers. In Nederlands noemen we het kliekjes. In Oud-Frans noemen ze het leftover. Het is echt is heel lekker. Even een beetje sudderen zo met allerlei kruiden. Is het lekker, Jessie? Ja, oké, hij vindt het ook lekker. En nog een paar minuten doorsudderen, hè? Zeg maar, nog een paar minuten sudderen. Ja. Zeg dan. Zeg maar tegen tante Elena. Nog een paar minuten sudderen. Jij. Niet aan mijn dikke buik zitten. Ook niet aan mijn zwembandjes. Niet aan mijn dikke buik zitten. Nou, tot de volgende keer. Doei. Goedemorgen. Het is vandaag 9 oktober. Gisteren hebben we een hele leuke dag gehad. Ja. Gisteren hebben we een hele leuke gezellige dag gehad bij mijn oudste zus. Zijn we lekker gaan eten. Ik heb mijn nichtje zangles gegeven. Daarna hebben we nog gezellig met z'n allen lekker zitten zingen. Karaoke. Ja. Dat is hartstikke leuk. Dat is heel gezellig. En vandaag zouden we ook iets leuks gaan doen. Namelijk, we zouden gaan koken voor de mini-vlog. De groentjes. Ja.
Want ja. Ja, we hadden een hele tijd geleden. Had Sergio een ja, een kooksessie. Hoe zeg je dat? Een soort winactie. Winactie. Ik wil de mensen inderdaad verwennen. En dat kon van alles zijn. Dus mensen die het zwaar hebben, mensen die het niet zo breed hebben. En daar hebben we toen de groentjes uitgekozen. Die hebben best wel een pittig leven zijn met hun dochter. Die is gehandicapt. Ja, maar zo laten ze het er niet uitzien en ze houden heel veel van daar. Ja, nou, ze zijn super sterk ook als ik ze zie. En die laten ook heel veel dus zien. En zo zie je maar weer dat samen sterk echt wel opgaat. Nou, die winactie was dus al heel lang geleden. Ja. Maar ja, van alles kwam er natuurlijk tussen, corona, et cetera. Maar goed, we houden ons graag aan onze beloftes. Dus we hadden dat eindelijk weer kunnen plannen. Ja. Alleen helaas kwam er iets heel verdrietigs tussendoor. Waardoor het helaas toch niet door kon gaan en wij nu onderweg zijn naar Tilburg om afscheid te nemen. Sergio's peettante is heel erg ziek. Ja, dat is de zus van mijn oma. Mijn peetoom en peettante zijn altijd super aanwezig geweest in mijn leven. En sinds ik naar Den Haag ben en zo. Natuurlijk allemaal wat minder, maar het houden van is er niet minder om. En ze heeft een paar jaar geleden kreeg ze het gevoel dat ze altijd in de treinwagen zat. Toen konden ze niks vinden. Toen kreeg ze vasculaire dementie en een paar dia's en sinds een jaartje, anderhalf, ligt ze veel in bed. Zijn mama, hè? Afgelopen maanden eigenlijk alleen maar in bed. Zijn mama? Ja, bijna. En nu heeft ze dus twee herseninfarcten gehad gisteren. Zijn mama? Ja, schatje, we zijn er bijna. En papa, zijn mama, hè? Ja, bijna. Nu heeft ze dus besloten om te stoppen met eten en drinken, omdat ze dus ver verlamd is en het eigenlijk allemaal nog redelijk goed weet. Ja, dat is verschrikkelijk, maar ze gewoon dus niet meer kan uiten. Je bent gewoon gevangen in je eigen. Je bent gewoon gevangen in je eigen lichaam. Ja. Dus we gaan er gewoon een hele dikke knuffel geven. Ja. Een hele dikke kus. En een vaarwel. Ja. Ik hoop dat we niet instorten. Nee. Zo. Heftig. Wat een verdriet, hè? Ik hoop gewoon dat... dat het voor Tante Nel snel voorbij is. Ze zei het ook net dat ze graag snel geen pijn, nou ze heeft geen pijn, maar straks helemaal niet meer, zei ze. Dus ja, het is gewoon verschrikkelijk als je gewoon moet afscheid nemen, terwijl dat je gewoon weet dat ze in haar hoofd er nog wel is. Maar als het lichaam niet meer wil, dan wil het niet. Dan houdt het gewoon op. Nou, ze gewoon een dikke knuffel geven en een hele dikke kus. Nu gaan we vandaag nog eventjes naar een Passau Malam. Eventjes gedacht op iets anders. En lekker wat muziek, Indisch eten. Daar komt opa Rolf. Met zijn nieuwe heup. Ja. Hij loopt al best aardig. Opa Rolf! Ja! En daar gaan we gezellig met z'n allen naar Woensel. Hey. Let's say, vriend. Wie is die bandiet daar? Ga proberen. Lekker instappen in de auto. Ik zal even de stoel. Wil je niet voor dan?
Anja, die wordt misselijk. Oh ja, die wordt... Ja, ja die zei je net wel, dan ga ik wel achter als het kan. Ja, dat is goed. We gaan even de autoschikking rondkrijgen en dan gaan we naar Boensel. We zijn aangekomen in Boensel. Gezellig. Passamallam, winkelcentrum. Gaan we eens even kijken. Tijd voor een sateetje hoor. Ja. Makan. En iets lekkers te drinken en spekkoek. Spekkoek. Walau hatimu tak sudi, biarkanlah namaku ikut bayang-bayangmu. Dat wel. Ja. Je steekt me aan. Dat betekent dat je van me houdt, hè? Nou, dat sowieso. Dat schijnt te betekenen. Oké. Okay. Nou, was een leuke dag. Ja. Nou, heel leuk. Toch? Oh, sorry. Ja. Ik bedoelde een leuke avond. Ja. Leuke middag, laat ik het zo zeggen. Het was een bijzondere dag, inderdaad. Nee, dat was wel weer even intens, hè? Maar ik vond dat toch nog wel. Nou, ik vond het wel fijn gewoon dat ze ons meteen herkenden. Dat ze het fijn dat ze aangaf. Oh, fijn. Ik zag maar een blauwe auto. Dat ze er waren. Oh. Ja. Papa. Ja, we zijn echt. Ik zag een grote blauwe auto. Zag je nu een grote blauwe auto? Ja. Was die van Coolblue? Nee, dat zeker. En dat ze eigenlijk toch ook nog wel aangaf van ja, hè, dat ze gewoon blij is als het over is. Ja. Heftig, gadverdamme. Nee. Ja, de Omi die zei ook, het verdriet is gewoon. Ik zei, het verdriet is groot natuurlijk. Hij zegt ja, dat is ondraaglijk. Hij zegt het zo niet uit te leggen. Nee. Het ligt alleen maar te wachten totdat je vrouwen niet meer gaat zijn. Hè. Ja. Ze zeggen dat het erbij hoort bij het leven. Ja. Mama! Maar inderdaad, daarna de Passamallam was wel was gezellig. Jessie heeft lekker gedanst. Lekker gegeten. Ja. En nu zijn we weer. Nu zijn we weer thuis. Bij je thuis? Ja, we waren nog uitgenodigd om te gaan eten bij vrienden. Dat is toch helemaal voorbij Eindhoven of bij Eindhoven. En dan gingen we bestellen. Dus eerder dat we daar waren, 5 uur weg, 5:30 daar. Voordat iedereen er is, is het 6:30, 7:00 eten bestellen en dan nog 2 uur terugrijden. Ja. Ja, dat was een beetje too much. Dus wij zijn naar huis gegaan, even mijn ogen dicht gedaan in de auto, Jessie ook uiteindelijk. Ja. Nou, maar was dat een grapje? Ja. Nou, we gaan hem lekker afsluiten. Vond je dit weer een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en een belletje aan te zetten. Zodat je weer op de hoogte blijft van elk videootje. Wij kijken weer erg uit naar jullie reacties. En dan zien we je heel graag bij de volgende vlog. Tot de volgende keer. Ciao. Ciao, 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 ciao. I'm not ready to let it go. I just wanna see where you're